Waar we het voor doen is voor onze huurders. Dus de verhouding met belanghouders, met huurders, met gemeenten, de lokale politiek, maatschappelijke organisaties, ja, dat staat bij ons hoog in het vaandel. En daar luisteren we goed naar. We houden om de 2 jaar een grote belanghoudersbijeenkomst, waarin we ook alles naar voren brengen. Daarbij heb ik elk jaar met elke politieke partij apart een bijeenkomst waarin we vertellen waar we mee bezig zijn. En ook als hun vragen hebben te kunnen beantwoorden, zodat ze weten van als ze op de raadstafel ooit een keer een voorstel van ons krijgen, dat ze dan de juiste beslissingen nemen. Want ze krijgen informatie en dat wordt gewaardeerd. En dat doe ik denk ook al 25 jaar. Ja. En dat is ook iets wat je eigenlijk als tip ook aan collega's zou kunnen meegeven. Van, want jij doet dat eigenlijk met per fractie, zeg maar. Per fractie. Ik heb het ooit eens in het begin iedereen bij elkaar. Dat was niet in deze zaal, maar een ander kantoor die we toen hadden. Ja, dat werd een Babylonische spraakvorming, want één ging tegen elkaar op. En dan zat je als corporatie erbij van, nou ja, het zal wel, waar ben ik aan begonnen? Mm-hmm. En het jaar erop heb ik, dat kost je dan 6 avonden als je 6 fracties hebt. Elke avond apart. Dat gaat over financiering, hoe is het opgebouwd? Het gaat over woningtoewijzing, het gaat over, nou ja, van alles wat daarmee te maken heeft. Ja. En dat wordt erg gewaardeerd. Heb je ook het idee dat het ook echt helpt, ja, zeg maar, om de besluitvorming in de gemeente te verbeteren? Zonder meer. Zonder meer. En makkelijk is dat je natuurlijk ingangen hebt. Red je het niet bij de wethouder? Ja, je bent het niet altijd roerend met elkaar eens. Ja, dan weet ik de andere manieren wel om via de andere kant de juiste vragen te laten stellen, zodat je dan toch komt op het resultaat wat je voor ogen hebt. Mm-hmm. Dus dat kan ik iedereen aanraden om op die manier te werk te gaan, maar altijd jezelf blijven. Kijk, je moet natuurlijk nooit iemand bedonderen of in het ootje nemen. Nee, want transparantie werd ook volgens mij genoemd ook als goed punt, ook vanuit de belanghebbenden, hè? Ja. Ook in het visitatierapport, ja, dat jullie heel transparant zijn. Ja, nou, dat is met alles waar ik ook inga, wat ik ook doe. Dubbele agenda's ken ik niet. En iemand die bij mij komt met dubbele agenda's, nou, die is zo de deur weer uit, want dat werkt niet. Ja. Dus naar voren, ze weten het gewoon. En dat werkt voortreffelijk.